gestudeerd in Leuven tot dokter en dan gekozen voor gynaecologie. Ik vooral omdat gynaecologie iets aantrekkelijk was, omdat daar veel verschillende mogelijkheden waren van werken. Dat was niet alleen echografie, dat was ook verlossingen, dat was operaties, dat was alles een beetje. En dan heb ik ook 3 jaar opleiding gehad in Pretoria in Zuid-Afrika. Dat was toen gewoon voor Vlamingen, ging regelmatig naar Zuid-Afrika om verloskunde vooral te leren. Maar daar ben ik dan in het IVF-centrum terechtgekomen, zeer nieuw, want dat was het tweede in Afrika, in heel Afrika. We hebben daar ook de tweede proefbest baby in Afrika gemaakt, eigenlijk in 1984. En eigenlijk via de mensen van Zuid-Afrika ben ik dan ook in Genk geraakt. Want in Genk zocht men op dat ogenblik, dat was al 3 jaar later, zocht men iemand die infertiliteit kende en de baas van Pretoria, mijn baas, die kende de mensen van Genk. Dus zo ben ik eigenlijk hier beland. Het doel was dan een beetje samenwerken met de Belgische centra, maar in Leuven zijn we toen gaan praten. En men was toen eigenlijk van de mening dat er in Limburg geen centrum moest zijn. En ik onthoud nog dat we terugkwamen van Leuven en dat we gestopt zijn in Diest. En we hebben daar vanuit een café gebeld naar Zuid-Afrika. Dr. Van der Put heeft dat toen gedaan. En hij heeft gewoon gebeld, wilde jij ons komen helpen? En 3 weken later stonden ze hier met 2 mensen. En 2 maanden later hadden wij onze eerste 5 proefbestbaby's. Dat was een enorm succes. Dus we hadden een IVF-centrum in direct een van de grotere en de betere in België. Dus dat was toch een grote vooruitgang. En dan, het volgende stap is eigenlijk geweest de organisatie van congressen. Ja, dat is het auditorium hier. Hier zijn we 20 jaar geleden voor het eerst begonnen met het eerste congres. We waren eigenlijk van plan een congresje te doen voor een minimaal aantal mensen, een 50-tal mensen, experten. Maar toevallig, en door het feit dat we een paar bekende andrologen kenden, is dat uitgegroeid tot een reuze congres van 700-800 mensen. Op dat ogenblik was dat een zeer groot wetenschappelijk congres, het grootste op het gebied van mannelijke infertiliteit in de wereld. Ja, mooie tijden. Hier hebben we ons vrij geamuseerd, moet ik zeggen. Dus het congres was niet alleen wetenschappelijk, dat was natuurlijk het voornaamste, maar het was ook aan teambuilding doen. Het hele team deed mee, heel veel vrienden gemaakt, zowel in de wetenschappelijke wereld, maar ook hier in Genk. Dat was wel op dat moment een evenement voor de stad Genk ook. De burgemeester steunde dat volledig. En we hebben daar toen op die moment zeer veel plezier aan gehad dat we konden samenwerken. De volgende stap is eigenlijk dan geweest, de mensen betaalden heel veel voor IVF-behandelingen. Dat was, de mensen moesten zelf in die tijd 40.000 tot 60.000, dus 1.500 euro betalen per cyclus. Met een kans op een baby van 1 op 5 ongeveer, dus heel duur. Toen hebben we gedacht, samen met minister Van den Broeke, gelukkig dat hij er was toen, hebben we gedacht, we moeten proberen die terugbetaling in orde te krijgen. We moesten dat geld ergens halen. En in die tijd werden er meer embryo's teruggezet. Dus meer tweelingen, meer drielingen. En meerlingen die hebben meer kans op vroeggeboorte, komen meer terecht op zeer dure intensieve eenheden. Dus we hebben toen gaan uitrekenen, als we zouden altijd minder embryo's terugzetten, en liefst 1, dan riskeren we geen meerlingen. En het geld dat we daarmee kunnen sparen, is voldoende voor mensen 6 keer een IVF-cyclus te geven. En dan is de volgende stap geweest het terugbetalen van inseminaties. Weer al met de regering is dat gelukt een paar jaar later. En dus dan was België eigenlijk geregeld. Dus in België konden mensen kinderloosheid proberen te bestrijden met een goedkope behandeling. En dan was de volgende stap de derde wereld. Dus in de derde wereld waar dat honderden miljoenen mensen absoluut geen toegang hebben tot infertiliteit. Dus we moeten IVF goedkoper maken. En zo'n goedkope techniek dat ze ook bruikbaar is en betaalbaar in de meeste landen in de wereld. Hier is vooral het lokaal waar dat spermaonderzoek gebeurt, het gewone routine spermaonderzoek. En waar we nu binnen gaan is het lokaal waar dat echt het speciale deel van IVF gebeurt. Dit is in het klein eigenlijk, want er is nog een groter deel natuurlijk, het routine IVF-labo zoals die in de moderne wereld, Amerika, Europa, overal gebruikt wordt en wat een zeer hoge kost met zich meebrengt natuurlijk, omdat het een grote vereisten stelt aan kwaliteit, niet alleen van lucht, maar ook van materiaal. En je zult zien, als je dat vergelijkt met wat wij op het oog hebben voor de derde wereld, is dit een totaal verschil. Een soort couveuse gaan we maken die er dan eigenlijk ons labo wordt. Daarin gebeurt dan alles, het gaat daar niet meer uit. En zowel de bevruchting van zaadcellen en eicellen en de ontwikkeling van de embryo's tot de derde dag gebeurt in die couveuse. Dit moet zeer secuur, dit is een naald die we zelf ontwikkeld hebben. Dit zijn buisjes die we gezocht hebben tot in Amerika om het juiste buisje te vinden. En nu hebben we het eigenlijk eindelijk gevonden dat het systeem
perfect werkt met zeer goede resultaten. Als we er zouden in slagen om wereldwijd infertiliteit betaalbaar te maken voor veel meer mensen, dan praten we over tientallen miljoenen mensen die er misschien niet zouden geweest zijn als we dit niet zouden doen. Wat niet wil zeggen dat er meer overbevolking gaat zijn, want het project is altijd gelinkt aan anticonceptie. Dus we gaan niet mensen helpen die 6 kinderen, we gaan die van 6 kinderen proberen 2 kinderen te hebben en degene die geen kind heeft 1 kind. Dus het moet eigenlijk ook tegen de overpopulatie zijn en het moet gekoppeld worden aan een goede moederzorg. Als er kinderen geboren worden, daar is geen goede opvang, dan doen we het niet. In die landen gaan we het nooit doen. Derde congres in 1998, een jaar tevoren, was ik op zoek weer naar een kunstenaar om kunstwerken te maken voor de sprekers, wat wij altijd deden. En in 1998, 1997 heb ik toen Koen van Mechelen leren kennen, omdat wij vanaf 1993 al probeerden in ons congres kunst en wetenschap bij elkaar te brengen. Dat was toen zeer ongewoon, dat was nog nooit gebeurd. We gaven de mensen toen ook een kunstwerk. Ik had gevraagd, heb je iets? En hij had al iets en dat was die kleine Walking Egg die je hier ziet. Dat hebben we toen gegeven. Dat was geringd, dus iedereen kreeg een walking egg, een glazen eitje op een metalen pootjes met een ring aan. En dat was toen heel nieuw. Dus dat was de walking egg, was eigenlijk gestart. En we zijn dan veel bij elkaar blijven werken en veel dingen samen gedaan vanaf de loop. En dan hebben we in 1999 gestart met een gazet die we gemaakt hebben. Die we ook de walking egg genoemd hebben. Ik weet nog altijd, dat was op Duidenmarkt in Leuven dat we dat idee gehad hebben. Wat is er daarna gekomen? Dan zijn we met het tijdschrift ook begonnen, internationaal tijdschrift, ook Facts, Views en Vision. Maar eigenlijk is dat een verder zetten van de Walking Egg gazette. Sommige van die artikels krijgen dan ook een confrontatie met Koen. Ik stuur dan de abstracten naar Koen, hij leest die en hij gaat er daar een paar uitpikken waar hij een beeld maakt dat in confrontatie gaat met dat artikel. The man who took himself for a woman. Daartegenover breng je een slak. Hè? Een slak die hermafrodiet is, die tweeslachtig is. Maar je krijgt natuurlijk een spanning tussen zo twee dingen, want je vraagt je af, wat doet dat hier eigenlijk bij? Ik denk juist dat dat is wat het denken kan triggeren. Hè? Dat je alleen, niet alleen maar ervan uitgaat dat dit in de mensenwereld gebeurt, maar dat is antropologisch natuurlijk. Dat gebeurt in de dierenwereld hetzelfde. En dan kun je afvragen, waarom is dat? En dan kun je een breder... Je krijgt een biologisch-culturele discussie over dingen, hè, waar dat je verder in kunt gaan. Dat is een boek waarin dat we dan alle discussies bij elkaar brengen, zowel filosofen, sociologen en kunst. En natuurlijk wetenschappelijk, rond de verschillende thema's. Hè. In dit boek hebben we dat een eerste keer gedaan bij de opening van het nieuwe IVF-centrum. 2006, ja. 2006, waar dat dan ook een installatie van mij door de hele ruimte zat. Hè. Dus de bedoeling was hier een ruimte te creëren waar dat wetenschap wordt geconfronteerd met kunst. Dus de wetenschap, al de boeken met de kunst. En onder het oog eigenlijk van een kruising van een valk en een kip. Dus ook in de gang zijn 2 grote kunstwerken van Koen van Mechelen. Dit zijn de ruimtes waar wij consultaties doen en de mensen zien. Ook hier heeft Koen dus in elke ruimte een kunstwerk gemaakt. Dus dat zijn kunstwerken die zeer op elkaar gelijken in elke ruimte, 5 ruimtes. We hebben dan hier de ruimte waar we de echografies doen 's morgens. Vooral de eerste uren van de dag is hier het zware werk. Dus de hele installatie heeft een born genoemd. Het grote voordeel van met kunstenaars en ook met andere mensen, sociologen, economisten, ingenieurs te werken, is dat de visie veel breder wordt, dat men breder kijkt en dat het ook veel prettiger is om te werken. En dat het u veel meer dynamiek geeft, denk ik. Ook voor elk project. Het blijven zitten in dezelfde groep mensen is een groot probleem. Wat wij altijd nagestreefd hebben, zowel Koen als ikzelf, is kruisbestuiving. Zoveel mensen bijkrijgen die eigenlijk dingen zeggen die we niet verwacht hadden, omdat zij een heel andere invalshoek hebben op wat wij doen. En dat is eigenlijk de hele bedoeling geweest van ons project van in het begin. En toen we gedachten, hoe gaan we het project noemen rond het helpen van mensen in de derde wereld, hebben we dat ook een paar jaar geleden de Walking Egg project genoemd. Het enige probleem blijft de funding, dus we vinden praktisch geen geld omdat niemand geïnteresseerd is in kinderloze koppels. Als je in die landen geen kinderen hebt, dan word je meestal niet meer door de familie aanvaard. Men steekt het altijd op de vrouw, die is alleen, die heeft geen inkomen meer. Die wordt door de eigen familie ook soms niet meer aanvaard.
Dus dat gaat zeer ver. Dat is economisch, psychologisch, sociaal echt een drama in heel veel landen. Nu, wij hebben iets goed nu, een nieuw apparaat in Genk waar dat we zaadcellen mee kunnen op een totaal andere manier bekijken. Dus een vergroting van 5000 keer in plaats van 400 keer. Dat is interessant. Voor mij is het belangrijker om een heleboel mensen te helpen, miljoenen mensen te helpen die mijn naam niet kennen, die nooit van mij gehoord hebben, maar toch zwanger geworden zijn door een techniek die ik ontwikkeld heb of die ik gepromoot heb in die landen. En dat is het verschil. Dus en als ik mag kiezen, dan kies ik eerder voor op het einde van mijn carrière kunnen zeggen ik heb miljoenen mensen zwanger gekregen wereldwijd die mijn naam niet kennen, dan 10 patiënten die naar mij komen en zeer fier zijn. Ik vind dat ook heel prettig, dus ik heb dat graag dat ze hun kind komen laten zien. Ze zijn daar fier op en ik ook trouwens. Dat is wederzijds, maar toch is dat voor mij. En dat lijkt misschien voor sommige mensen die dan zwanger geworden zijn misschien een beetje moeilijker. Maar voor mij is het voornaamste dat ik zoveel mogelijk mensen kan bereiken en zoveel mogelijk mensen help. En dit is een visionair project eigenlijk, waar dat we denken en hopen dat daar iets uitkomt naar de toekomst toe. Ah, maar ik ben er wel in geïnteresseerd omdat ik denk ja. dat ik daar... Moet eens komen kijken. Ja, moet zeker eens komen kijken. Ja. Hetgeen wat ik doe. Ja. Ja. Je moet gewoon je zaad eens brengen, hè.